Voor de zesde keer Man of the Match. Nou, nee, voor de tweede of derde keer. Tweede keer. Oh, goed zo. Je houdt het wel bij, hè? Ja. We spelen niet zo heel vaak thuis, of tenminste, we zitten op de vijfde of zesde wedstrijd. Dus nu twee keer. Ja. Dan mogen we meer volgen. Mooi, ja. Zo'n wedstrijd voorbereiding, geeft dat bij jou nog iets van een speciale emotie mee? Je leeft er natuurlijk naartoe. Een derby is een wedstrijd op zich. Vooral voor de club, supporters, familie. Die wil je natuurlijk trots maken en de kaas niet van je brood laten afeten, zeg maar. En ik denk dat die gevoel goed in de groep hing vandaag. Alleen maar complimenten naar de groep, denk ik, na zo'n nederlaag van vorige week. Dat je vandaag echt hebt laten zien en je herpakt, zeg maar. Ja. Nee, daar ben ik zeker tevreden over, ja. Ja, verdedigen doe je met z'n allen. En dat lieten jullie ook echt gewoon zien, hè? Ja, dat is het grote verschil, zeg maar. Ik denk dat wij nu voor iedere meter vochten, zeg maar. We wonnen veel tweede ballen. Sparta speelde heel veel op de lange bal met lopende mensen. En ik denk dat wij verdedigend echt sterk stonden. Veel duels wonnen en ook de tweede bal. En die is heel belangrijk. En dan kom je in je kracht, denk ik. Ja. Dan voetbal je rustig en dat is onze kwaliteit. Ja. En dan scoor je in principe twee goede doelpunten. En dan haal je er niets meer naar binnen. Heerlijke kopbal van Nicky van Hilton ook. Die deed mij denken aan toen die uitwedstrijd tegen Achillesveen voor de beker. Klopt. Kun je dat nog herinneren? Nee, hij was ook een voorzet. Dus die eerste in de 16 en kopt hij ook tegen draad. Ja, heerlijk. En dan dat doelpunt van jou. Beschrijf dat eens. Kijk, elke wedstrijd krijg je een moment. Ik moet je eerlijk zeggen, de eerste helft kreeg ik een beetje rugdekking. Ze hielden de binnenkant heel erg dicht. Dus ik zocht die moment, maar ik vond hem niet echt, zeg maar. En de tweede helft, we staan 1-0 achter. We scoren goed vlak voor rust, zeg maar. Dus ik weet, die moment gaat nog komen. En dan moet je gewoon afdrukken. En nu, dribbel. En ik zag een gaatje. En ik raakte hem weer prima, zeg maar. Heel goed. Werkt het dan ook nog mee dat er heel veel familie daar aan die kant stond, of kijk, niet? Zoals ik aan het begin zei, zeg maar. Ik heb ook tegen mijn broer, beide broers waren er vandaag dan, zeg maar. Drie broers, sorry. Om Brooklyn niet te kort te doen. Je wilt je familie trots maken. Kijk, tuurlijk, je kan altijd een mindere wedstrijd spelen. Alleen als je familie er is. Ik voel me dan wat sterker, zeg maar. Je gaat dan extra gas geven. Je wil niet falen. Dus zeker, dat helpt mij zeker, ja. Ja, klopt. Mooi gesproken ook. Mooi gesproken ook. Ja, maar en dat Sparta Nijkerk, wetende dat wat jouw kwaliteiten zijn, dat naar binnen toe, en daar toch op geslacht wordt. Man, dat is toch goed. Dat is toch heel mooi. Ja, ik scoor nu volgens mij 3 keer zo. Dus ik blijf het zeker herhalen, Piet. Dat zeker. Ja, moet je gewoon blijven doen, hè? Deze competitie. Ga ik zeker doen. Oké, man of the match. Nogmaals, dankjewel, gefeliciteerd. Piet. Top. De DVS-supporters, gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Oké, bedankt.